Jullie zijn uitgenodigd, want jullie hebben de wereldpremière bij. Siska. De single. Wij hoorden inderdaad dat jullie dat we vanaf morgen plaatjes mogen aanvragen voor Music for Life. En we zijn dus gaan zoeken op internet. En je moet daar heel eerlijk in zijn. Zoveel plaatjes zijn er ook niet. Zoveel goede plaatjes zijn er niet. Nee, zijn er niet. Dus we dachten, we moeten er gewoon nog eentje bij gooien, zodat mensen gemakkelijker een plaat kunnen kiezen. Ja, en dat door, is goed. Door dat de kerstbomen het bos gewoon zien, inderdaad. Ja, ja. Ah, schoon. En toen kwam Sven de Leij, die sprak toen de legendarische woorden. Waarom maken we geen kerstsingle? Maar een kerstsingle met het gevoel op de juiste plaats. Eigenlijk, want ja, kerstsingles, wij hadden een beetje het gevoel dat kerstsingles vaak verkeerd begrepen worden. Mensen zien in kerst een soort van vrolijke gebeurtenis. En als we dus begonnen na te denken over onze kerstfeesten, was dat niet het geval. Dus we dachten, daar moeten we iets aan doen. Ja. Dus jullie willen, het is geen vrolijk nummer. Jawel, maar het is een realistisch nummer. Ja. Ah, het is echt. De laatste jaren zijn we toch net iets te veel beginnen nadenken over kerst. En dat, ik weet, ik ga dat nu niet op de commerce steken, maar je denkt toch aan de grote borsten van Mariah Carey en je denkt aan gezelligheid en van het gesneden brood. Dus het is een commercieel feest geworden, net zoals Halloween en Valentijn. Ja, maar dus daar zijn we niet tegen, maar niet voor iedereen is dat zo gezellig. En niet iedereen zit met zo'n likstok in zijn handen. Hebben jullie trauma's? Vier je niet graag kerstmis, Otto-Jan? Ja. Luistert jouw familie? Ik ben geen kerstliefhebber. Nee, waarom niet? Nee, gewoon omdat ik dat gewoon een eenzame bedoeling vind. Maar eenzaam? Eenzaam. Je hebt toch een gezin en warmte en liefde en een hond en zo? Het is allemaal digitaal. Het is allemaal Photoshop. Ja. In het echt ben ik een eenzame drol, net als Sven de Leij. Vind je het ook niet leuker? Nee, het was eigenlijk, we waren met onze hemelvaart waren wij op een weekendje weg met de redactie. Dat was leuk. Dat is leuk. Ja, we zaten allemaal apart in een hoekje en toen dachten we plots van dit is kerst, dus alleen vieren. En zo zijn we beginnen nadenken van wat kunnen we doen. En we hebben dan 3 maanden geschreven aan een nummer. 3 maanden voor 1 nummer, dat is niet mis. Ja, Otto-Jan, we weten allemaal, jij ademt muziek. Hè? Jij hebt net nog een kaas- en wijnavond plat gespeeld met jouw band Awesome Sumi. Awesome Sumi, inderdaad. Ja. In hoeverre heeft jouw nieuwe mysterieuze band aan dit project mogen meewerken? Nee, helemaal niet. Dit is een zijproject. Dit is een nevenproject. Dit is een nevenproject. Dit heeft niks met Awesome Sumi, de band, te maken. Dit is een all-star band, eigenlijk. Dus Sven de Leijer, Jelle de Beulen, ikzelf, maar ook Jan Matthijs, de homotoricus van Weleer, die zingt ook mee. Heeft ook veel instrumenten ingespeeld. Lisa Naar doet mee. En Luc Hakes, sterreporter. Ja. En Notoire Droogkloot. En mensenhater Luc Hakes. Die laat zich ook van zijn meest christelijke kant zien. Oké. Okay. Er zijn heel veel nieuwe kerstnummers, hè, die ook uitkomen nu rond deze periode. Waarom zouden mensen voor jullie nummer moeten kiezen? Om dat bijvoorbeeld aan te vragen tijdens Music for Life? Ik ben een heel kritische journalist. Ja, als je dat merkt, is een kutvraag. Omdat het een echt nummer is, het gaat over echte gevoelens, over echte ideeën. Ik denk dat ook heel veel mensen, als die het nummer gaan horen, gaan denken, ja, dit is kerstmis. Nu wordt het gezegd. Ja. Okay. En wij zingen tenminste, echt zingen zou ik het ook niet gaan noemen, maar wij zingen tenminste wat mensen allemaal denken. Het draait om herkenbaarheid. Herkenbaarheid. 2014 is en vooruitgang. Oké. Ja, misschien moeten we toch ook eens zien wat jullie voornaamste kerstsingle-concurrenten kunnen worden. Hè? Ja. Ik heb bijvoorbeeld deze. Stel je toch eens voor dat iedereen heel aardig. Dat is Sportstand van M&M. Heeft een heel straf nummer ten voordele van een van de goede doelen van Music for Life ook opgenomen. Wat denk je daarvan? Dat is sympathiek natuurlijk, hè, omdat je ook hoort, dat was bij de Special Olympics, dat je dat toch een beetje. Hoe zou ik het zeggen? Ja, dat is leuk, hè? Niet? Ja, dat is leuk. Je hebt empathie. Je hebt empathie in dit geval. Het is empathisch. Ja. Oké, en dan hebben we deze bijvoorbeeld. Dat is ook een hit in wording. The Turtles. Ja. Ja, maar het is nu Jeff Neven en Café Corsari. Ah, ja, tuurlijk. Alle vrienden voor Happy Together. Dat is de Music for Life song. Heel veel BV's tezamen. Ja. Daar moeten jullie toch... Nee, het BV-gehalte ligt hoger daarin natuurlijk. Ja, hadden zij Koen Wouters ook niet? Ja. Ja. Ze hebben wel Koen Wouters. Kunnen we niet tegen beginnen. En Andrea Kronenbergs. Oei, ja. Nelf Zed. Nee, inderdaad. Dan buigen wij deemoedig het hoofd. Ik heb nog deze. Sam Smith. Oh. Nee. Die gaat het niet doen, denk ik. Die gaat het niet halen. Nee, maar zingen ze als een man ook. Ja, ah, dat is de klassieker der klassiekers. Klassieker. Maar... En, heel goed. Ja. Goed, maar niet realistisch. Nee, deze is meer een paassingle, vind ik zelf. Ja, en ik heb dat ooit eens geprobeerd. Je moet dat eens, hè. All I Want for Christmas is You. Ik heb dat eens gedaan. Ik had niks van cadeau, dus ik stond daar. Ik zeg, voilà. Dat is motten krijgen. Echt, verschrikkelijk. Dat bleek dan toch een bongobon te moeten zijn. Oef, paf, het is af. Ja. Oké. Het moment is daar.